De galeriehouders zijn nog druk bezig met het inrichten van hun tentoonstelling. Op de Open Art Fair wordt alleen maar toegankelijke kunst vertoond. Het moet leuk zijn voor iedereen. Een van de kunstenaars is Kees Verkade, bekend van het beeld van Bernard en Juliana bij Soestdijk. Ja, maar hij staat er precies op dezelfde lijn. Hij heeft een collectie die ruim €1 miljoen waard is meegenomen en laat zijn werk graag alvast even zien. Zoals zijn meest recente beeld Circle of Love. Een man die die vrouw niet vastpakt, maar gewoon omarmt. En iemand zei achteraf ook, kijk, het is net of er een hart in zit. Hè? Die hartshape zit er helemaal. Ja, Frik, had ik zelf nog niet eens gezien. In een andere serie worden personen in gewichtloosheid uitgebeeld. Ik kan dat dus heel moeilijk op sokkels zetten met pinnen eruit. Dus ik heb dit in cirkels heb ik het eventjes vastgezet aan alle kanten. Dus dat je toch een beetje een idee krijgt dat het in de ruimte gebeurt. Hè? Een gewichtloze toestand gebeurt. Naast werk van Verkade is er op de Open Art Fair werk uit binnen- en buitenland te zien.